Ja, ik ben heel tevreden natuurlijk met de tussenstand van mijn dieet. Ik ben van 102,5 naar 92. En ik heb nu de stabiliteit al van dat te houden. Mits mijn druk leven in veel vliegen en veel autorijden naar München en terug. En naar Oekraïne, het Europees kampioenschap en zo. Eten, recepties, geboortes doen. Ik heb verjaardagen hier met de kleine mannen doen. Er moeten pannenkoeken gemeten en allemaal. Maar ik volg de raad van mijn dokter. Met geduld en tijd is het moeilijkste moment voor mij. De dokter, ik volg zijn raad, die zegt, kijk, als jij van 102 naar 85 wilt gaan, dan ga je niet dat op 2-3 maanden gedaan kunnen krijgen. Als je je laat opereren aan je maag of zo, of je begint iets te doen, wat niet met de natuur overeenkomt, ja, dan kun je misschien dingen hebben. Maar je moet ook nog gezond bij blijven en gelukkig bij blijven en je moet ook nog je dingen nog hebben. Dus dat doe ik dan ook. Je kunt een weddingschap afgaan, maar dat is niet goed. Je moet iets durven zeggen van kijk, ik wil het ook tonen. En dat een andere mens dat ook zo kan doen en zeggen ja, ik heb dat niet nodig voor op 2-3 maanden, 4 maanden af te vallen, zoveel 20 kilo of 25 kilo. Nee, ik wil dat wel doen, maar dan hoe dat ik mezelf invoel. Zie ik Carmen ook, die is ook al 20 kilo afgevallen in een bepaalde jaren. Hè? En dat wil ik ook doen en ik wil het proberen op 1 jaar. Ik zit nu aan 92 stabiel en ik wil nu naar 88 gaan om daar weer een beetje in te blijven. Omdat je dat toch altijd moet een beetje vechten tegen je eigen wil, zal ik zeggen. Want je weet graag mee en het eten is altijd goed thuis en allemaal. En je moet al eens dikwijls gaan eten op het restaurant. December zal ik het moeten hebben, denk ik. Hoop ik het hebben. Maar is het zo niet? Ik doe het gewoon om te laten zien van kijk, op een natuurlijke wijze, met je dagelijks eten en drinken, maar dan een beetje minder of een beetje opletten. En om de duur letten er ook op, omdat je daar meer en meer mee bezig bent.